sugar. Dan gaat hij gewoon weer met terug naar huis vanavond. Oh, morgen. Voor de stunting is het helaas 0 punten. Maar de video was geweldig. En aan de donut. Oké. Paul. 10 seconden linksom, 10 seconden rechtsom. En we gaan tellen hoeveel rondjes. Ja. Thank you.
Dus ze mogen toch nog kijken, want het is nu aan de compulsory. No fear uit Tsjechië. Kennelijk is vorig jaar pas begonnen met wie hier volgens mij. Met stunten zeker. We kennen pas een half jaar zo, dus. Ja. Staan jullie op de passenger seatback. Kendrick heeft zijn motor alleen maar aangepast met valbeugels, de kuip zit er nog op. Sommige motoren zijn, is de kuip ervan afgehaald en is het weer een streetfighter-achtige motorfiets geworden. Dit is meer zoals ze in Amerika rijden. USA Styling! Heel snel. Oké. Kennedy, andere kant, rechtsom. Hiervoor reed hij altijd op een Yara, tweetakt motor, heeft hij een aantal jaren opgereden. Ik heb een paar jaar terug in Tsjechië zien rijden. Ook waanzinnig, en sinds kort rijdt hij dus op een Honda CBR 600 RR.
tijd is om. We krijgen nu de slowwheelie. Nou, dat gaat waarschijnlijk heel... Zo, je verzot dan. Ja, Klaas kan ernaast rennen, dan gaat hij langzaam. Want Klaas is niet zo vlot. Met zijn handen los. Well done, very good. Hoeveel seconden? Hij heeft er één kant. One more attempt. Come on! Oké, voor de laatste keer. Stop hier. Verstopt dan. Oké, give it up. Zolder naar Hongarije. Oh, dat is zo. Sorry. En nou 10 seconden. Tenemos right.
wat ik hoorde. Kijk, we stoppen met de turn. Het is de eerste van vandaag. De freestyle was nog bezig. Dat is oké. Oké, de langzame Willy. En ze controleren de wielen puur met de achterrem. En dan kan je dus ook je hand loslaten van je gashendel. En bij wheelie circles doen ze dat ook vaak zo. De motor is nog veel beter beheersbaar dan dat je gas geeft en een beetje gas terug en een beetje gas bij. Gas iets hoger en dan controleren met de achterrem. Oké,
Okay, and now 10 seconds left turns. De meeste stuntrijders hebben ook een extra achterrem hendel aan hun linker bij hun linkerhandvat. Dat heeft deze rijder ook. Daarmee kan hij blijven bijremmen, ook al staat hij op het zadel of zit hij op de tent. Normaal zou hij hier bij je voetrem kunnen komen, maar door de extra handrem kunnen ze gewoon de wielen controleren en kunnen ze hem afremmen. Links zit hij twee hendels. Dit is overigens ook een van de weinige twee tricks. Oh. De slowwheel. Ik zei dat het een van de weinige Suzuki S2 motoren die je ziet kunnen stunten. Volgens mij gaan de meeste stuk als je daarmee gaat stunten of niet. Hier weet van alles. De meeste zijn viercilinder, Japanse viercilinder met sportmotoren. Dit is een V2. Oké, de wheelies. Zo langzaam mogelijk 50 meter afleggen. Deze rijder komt heel uit Rusland om hier in ons vochtige landje een wheelie te maken. De verplichte stoppie. Ja! Oké. En die begint met een high chair. En dat wordt meteen een high chair wheelie. High chair wheelie straight. Dat is heel erg cool. Dat is zwaar vet. Into a circle. Ja, ja, ja. Goed. Die high chair schreeuwen zo vet. Alles gaat heel erg soepel en heel mooi beheerst. Maar ik die harde schreef van, die man zegt zo ongelooflijk goed. Flamingo Billy Circles. Combos. Kijk, seat stander, flamingo. Back into the
overpakken. Overpakken van de toetrend. Dit is echt heel erg goed. Maar die handje is great, man. Ik denk dat de tijd bijna om is voor de freestyle. Kijk. Een watchtower! Het was buiten de tijd, maar die stelt wel vet mee hoor. Met de prachtige tour waar je toch aan het opnieuw moet. Het ziet er heel goed uit. En heel erg gevaarlijk. Dan kun je heel lelijk over je stuur van je motor afkukkelen. Een teken die kijk is. Een teken die naar seatstander. Zijn achterband ziet er ook enigszins versleten uit. De meeste dingen worden gecontroleerd met de voetrem en niet met het gas. En nu gebruik je bijvoorbeeld de handrem, de extra handrem aan de linkerhand. En kan de hand van het gas afvallen af. En nou heb je een seatstander. Let op even op het bijzondere metaalachtige spoor in het midden van de achterband. Ja! Dat is de eerste die het echt voor de pionnen doet en dan een afstand maakt. Maar dat gaat de eerste afstand. Thank you.
zadel. Dat was mijn eigen variant. Hij heeft nog op het stunt voor hem gestaan. Goed in bak van mij. Kijk eens de mooie kleine rondjes. Ja, ja. En finger of eight. Hij doet het echt super cool hoor. Flamingo circle. Kijk eens naar nek, nek. En still finger of eight. Okay.
Billy Boy. Oftewel Stefan. Staat dan in de house. Gaat hij ons zeker op trakteren. Flamingo. En die motor is trouwens, dat hoorde ik net ook, 25 kilowatt. Vraagt dit, weet ik veel, als je dat wat je zegt. Op Stefan. Ja. One-handed. Gas nog los. Ja. Dit gaat heel mooi.
Hoe meer rondjes, hoe meer punten, dus hoe harder je draait. Dat is tijgervel, broek. Kijk. No handen. Ja. USA style. In Assen uit Hongarije. Zo zie je maar hoe dat kan gaan. In precies zetten, veranderen van staan op het zadel op een Superman. Into a switchback. Altijd hier veranderingen zijn van nu springen op het zadel. Dat is. Ja. Jump op de teen. En niet zo hardje. Dit gaat redelijk snel. Maar nu toch wel helemaal niet. Ja, kijk het laatste stuk. Ja. Mooi soepel. Klaus! Ja, dit is duidelijk verder. You wanna rock, rap, second, while I'm used to the race. It's such a new vibe.
Kom maar. Nou hebben jullie op zijn R1, hè? Oh, en hij is heel erg heftig gaan rijden op deze R1. Fantastisch om te zien. En nog een no-hand op jullie zitten. Oké, de verplichte Dini voor Bleuk. Zo langzaam mogelijk, 50 meter, dan komt hij aan zitten. Dat gaat heel erg langzaam. Dat gaat heel erg langzaam, dat gaat op zijn Belgisch. Kijk eens, hou hem recht, hou hem recht, hou hem recht, hou hem recht, hou hem recht. Ja! Ja! Geen verplichte nummers, maar nu nog wel. Dus hier de wheelie. De slow wheelie over 50 meter.
Give it up for Mona from Ireland. Have a kick at the street tech. De meeste motoren van de rijders hier, die hebben een redelijk groot achterkant, joh. Je ziet de meeste motoren een redelijk standaard achterkant, joh. Maar de meeste rijders hebben een groot achterkant, joh, van 15 tanden groter dan normaal. Dat hebben ze gedaan niet om makkelijker te kunnen wielen, maar hebben ze gedaan omdat ze heel langzaam kunnen rijden. Anders dan blijft de snelheid met een heel laag achterkant nog steeds te hoog. High chair, Billy, one hander. En een wide. High chair Stoppie, de eerste van de dag. En de high chair Donuts. Maar dat is wat wij de grote tafel is om langzaam te kunnen rijden. De meeste rijden kunnen dan. Met je voet bij je voetrem kan. De slow wheel. Ja, hij heeft een kop ervoor daar. Dat kan dus omdat het gat straks zeer hoog staat en
Hij met zijn linkerhand zijn wielen controleert. Dat is dus op. Dat is heel erg.
Ja. Oké, de snelwinning is ziek zender. Deze motor ziet er zeg maar nog redelijk standaard uit. U ziet het totaal ongevaarlijk. Ze blijven precies binnen de lijnen van de baan. Ook deze motor is voorzien van een extra handrem, dat hebben de meesten. En een gele achterkant. Dat moet ook helemaal goed komen zometeen met die donuts. DJ. The Christ! Lee from Great Britain. Ladies and gentlemen! Yeah,
de stapel of niet? Hij reed vroeger op een R6. Oké, de highchair positie. Zit op tegen, benen op het stuur. Highchair Willy. En de highchair Soppy. En de highchair Donner. Maar dan op het zadel. Hij heeft geen extra handjes. Dank je. Oké, okay, footy bar, Willy. Footy bar, coaster. Want je hoort, hij geeft gas. Kijk, een soort lazy boy, geweldig! Sorry, 180! Yeah! Gaan we nu rechtsop.
Nice. En de cirkels, kijk. Die cirkels, al kun je ze, dan moet je ze doen op een competitie. En dan is dat zo moeilijk. Ja. Applaus, dames en heren. Van vorig jaar. Deed dit al goed. Hij rijdt trouwens ook zonder valbeugel. Dus vallen is een lekkage, is meteen. Kartenstuk. En ook hier mag ik voor organiseren. Iemand is een pamphlet. Amazone, kijk eens. Thank you.
meteen in de hardchair positie. En de hardchair. En dan rijdt op een Suzuki Bandit en de highchair stoppie. Arjan heeft de meeste ervaring met competities. Jaren geleden natuurlijk heeft hij al mee aan competities in Engeland. Kijk eens. Zonder extra achterrem, hè. En de Roberto Ribeiro stoppie, zeg maar. Flamingo stoppie. Kijk, ook even balanceren en rustig rondrijden in een rondje met je handen los. Thank you.
Dat is een hele vette type, een vergrammen, gepolijst frame en geen uitlaat. Kijk, de circles. De Christ! De langzame dingen, de langzame no-hand draai dingen, rondjes met één voet van zijn voet steunen en zijn handen los. En weer terug eruit en weer terug erin, dat is zo één. Dit is echt heel erg gaaf. Mooi,
Oké, de stoppie.
dat hij ergens onder echt twee. Met de fiets. Oké, Manolo. Goedendag. En hij komt net zo ver.